mevrouw Roeling. Mevrouw Roeling uit Drunen. En ik vind het een eer om hier weer te zijn, mevrouw Roeling. Want u bent aan het schilderen onze oudste deelnemster. Mag ik vragen hoe oud u bent? Hoe oud bent u? 101. 101, ja. Nou, het is een leeftijd. U hebt een bankje in de gemeente, hè? Ja, toch? Nou, u hebt meegedaan aan het schilderen. Waarom hebt u meegedaan, mevrouw Roeling? Waarom hebt u meegedaan? Omdat het mijn hobby is geweest. Is het uw hobby geweest? Ja. Oh, maar dat kun je wel zien. Vandaar dat mooie paneel. Want het is een prachtig zonnebloem, hè? Mooie zonnebloem, mevrouw Roeling, ja. En was het voor u moeilijk om zo mooi te tekenen, nu nog? Ja, het was moeilijk, omdat ik altijd met de oogverf gezond heb. Oh, en nooit meer had met de maatwerf gezond. Meer mooi geweest. Ja, maar dit was acryl natuurlijk. En dat vindt u niet zo mooi als olie? Vindt u met olie schilderen prettiger? Ja, vind ik prettiger. En waarom? Omdat daar kun je alle lijntjes nog verbeteren. En hier moet meteen goed zijn. Ja, dus ja. In het begin had de lijntjes van, ik heb daar bloem opgetekend. En toen moest de lijntjes, die vielen weer niet weg. Ja. En ik ben dingen gedaan om het weg te krijgen. Ja. Het voordeel van acryl is natuurlijk dat je het nog weg kunt schilderen, hè? Je kunt er overheen schilderen met acryl. Ja, maar vooral niet te veel water. Wel meer droog houden. Ja. Nou, ja. Hoe lang hebt u erover gedaan om die zonnebloem te maken? Nou, even een keer of 4-5 werkt. Hoe lang zegt u? Keer of 4-5. Echt waar? Ja. En dat lukte allemaal nog op uw leeftijd? Ja, in het begin wilde tegen, omdat ik te veel water aan pest hielde. Want toen kwam ik tot de ontdekking dat ik denken moest dat ik niet te veel natte maaien. Nee, nou. Met droge pest hield, dan had ik nog pest in liggen van mijn alzilwerk. En ik ging beter met iets zachter pest hield. Ja, nou. Die penselen, daar hebben toch wel meer deelnemers over geklaagd hoor, mevrouw. Ja. En toch is uw resultaat prachtig. Ik kan niet anders zeggen. Graag wil ik u langs deze feliciteren met dat mooie resultaat. En ik hoop van ganse harte dat als we het volgend jaar dit weer doen, en dan bent u 102, dat u dan weer meedoet. Ja, ik hoop het. Maar ik ga bergafwaarts. Nee, nou... Jawel, jawel. Dat mag ook op uw leeftijd, maar kijk eens hoe goed u er nog bij zit. Mevrouw Roeling, hartelijk dank en het is ontzettend leuk dat u mee hebt gedaan. Dag Chantal. Ja, goeiedag. Welkom ook bij deze activiteit van Ontmoeten. Waar jij zomaar ingerold bent, omdat je wat pech had. Ja, dat vertel eens. Wij zaten midden in een verbouwing en ik kon al weinig eigenlijk in huis betekenen. En toen brak ik ook nog even mijn enkel, omdat ik een lange tijd mee uit de relatie zou zijn, omdat ik mijn werk niet meer zou kunnen doen gedurende die tijd. Ja. En toen vond je het heel erg leuk om aan deze activiteit van schilderen mee te doen? Ja, schilderen en bingo heb ik ook mee gedaan. Ja. Heb je iets gewonnen trouwens? Nee, ik heb niks gewonnen. Ik heb wel één keer een kaart vol gehad, maar toen kwam ik helaas niet door. Okay. Even het schilderen. Had je dat ooit eerder gedaan? Nee, niet op deze manier. Ik heb alleen ooit mond- en teenschilderen gedaan. Naar aanleiding van een project op school. Oh, okay. Ja. Nou, natuurlijk de handvraag, is het je bevallen? Ja, het is mij heel erg bevallen. Ik ben uiteindelijk, omdat er een extra functie vrij kwam op mijn werk, heb ik toch heel veel gewerkt. Dus ik had niet heel veel tijd. Maar de tijd dat ik eraan bezig ben geweest, ging er zo eigenlijk in op. Dat de werklui die bij mij aan het werk waren en die weggingen, wel een paar keer hebben moeten roepen dat ze weggingen, omdat ik ze dus niet gehoord had. Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk een hartstikke goed teken. Ja. En ben je trots op het resultaat? Trots is voor mij dan heel moeilijk om te zeggen. Ik ben wat dat betreft een
perfectionist. Ik ben er wel trots op omdat ik er aan meegedaan heb en dat ik ervan genoten heb. Nou, en ja. Dat was nou net een van de doelstellingen van onze stichting. Hè? Dat je er gewoon plezier in had. Ja. En dat je dat het voor velen, zoals we hier zitten, een nieuw initiatief was. Ja. Nou is de vraag, stel dat we het nog een keer doen. Doe je dan weer mee? Als ik mee mag doen, heel graag, want ik val uiteraard buiten de groep eigenlijk, qua leeftijd. Dus, maar als ik mee mag doen, heel graag. Nou, ik durf niet te vragen aan je hoe oud het is, maar eigenlijk is ondertussen 45 jaar. Maar daar ben je ook nog niet. Daar ben ik ook niet, nee. Nou ja, uitzonderingen bevestigen. Net niet, vooruit. Oh, dan. Chantal, dankjewel voor je deelname in ieder geval en heel graag tot ziens. Ja, dankjewel. We zijn op bezoek vandaag bij mevrouw Rens uit Vlijmen. En mevrouw Rens is een van de oudere deelnemsters. Mag ik vragen hoe oud u bent, mevrouw Rens? 89. Kijk, dat bedoel ik. Dat is een gezegende leeftijd. Ik hoop dat u nog vele jaren gegund zijn. Maar we gaan schilderen. U hebt ook geschilderd. Waarom hebt u überhaupt opgegeven, mevrouw Rens? Ja, mijn dochter heeft het gelezen in het krantje. Toen zei ze, maar is dat wat voor u, voor jou? Dus zodoende zei ik, nou, laten we maar proberen. Ja, maar u bent een ervaren kleurspecialist, moet ik zeggen. Nou ja, ervaren. Nou ja, laat u het maar zien, want ja. u hebt prachtig werk gemaakt. Ik ben wel tevreden. Ja? Hoe zit het in elkaar? Vertel u er eens wat van. Van het kleuren? Ja. Ik ben begonnen met van die mandala's, is het zo? Ja, mandala's. En die vond ik saai worden. En zodoende ben ik langzaamaan beter geworden. En ook, mijn dochter heeft ook gezegd, maar dit moet je zus doen. Donker maken, dat moet schaduw hebben en zo. Dat heeft ze me allemaal geleerd. Ja. Dus u hebt een lol in en u hebt een dochter die gezegend is met talent. Die u kan helpen daarbij. Jazeker. Oké. Nou gaan we naar uw werk. U hebt een fantastisch schilderij gemaakt. Ik laat het even zien voor herinnering van iedereen. Dat is het werk van mevrouw Rens. Nou, niet te bescheiden zijn, maar hoe is dit tot stand gekomen, mevrouw Rens? Want het is een prachtig stuk. Die bloem? Ja. Nou, een van die kleurboeken, daar stond ook een, hoe heet ze nou? Het is, ik kan er nou niet op komen. Ook een bloem? Ja, maar geneesmiddel is het. Het is eigenlijk, hoe noemen ze nou die? Hoe kan er niet op komen? Maar is niet zo belangrijk. Maar in ieder geval, daar stond niet hetzelfde, maar wel het idee. En toen zei ze mijn dochter, nou zal ik die voor je tekenen. Ja. En zodoende zei ik, ja, maar ze hebben ietsje natuurlijk anders nog gedaan als in het boek. Want er stond die fijne. Ja, maar nou kwamen wij met die verhipte penselen waar u helemaal niet mee om kon gaan. Nee. Vreselijk. En nu heb ik hier die zachte penselen, deze. En die zijn veel beter als die... Ja, ik weet niet wat het is, varkenshaar of zo. Ik heb het door de kennis laten vertellen, ja mevrouw Rens, dat varkenshaar is. Want u had wat problemen met de streepjes, hè? Met het fijne werk. Fijne dingen. En dan spettert het dat en zo. En verschrikkelijk. Ja. Maar het resultaat mag er wezen. Bent u zelf tevreden? Ik ben wel tevreden. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Dag Arnie. Hallo. Hoe is het met jou? Jij kwam zelfs met twee schilderijen binnen. Ja, er was er eentje van Marga bij, want Marga moest werken. Dus dat kwam niet gelegen. Dus ze zegt, wil jij het even voor mij meenemen? Ik zeg, natuurlijk. Nou kwam jij met twee fantastische schilderijen binnen. En jij vertelde dat het voor jou de eerste keer was. Helemaal de eerste keer. Ik had nog nooit geen streep op een doek gezet of op papier. Maar ik vond het superleuk. Okay. Marga die bracht de keer erop dat ze bij mij op bezoek kwam.
bracht ze een nieuw doekje mee om de volgende keer nog een keer bij mij te komen schilderen. Oh, god, wat leuk. Dus we gaan het nog een keertje doen. Oké. En als Ontmoet het nog een keer doet, doen jullie ook zeker weer mee? Altijd. Alles wat jullie organiseren, doe ik aan mij. Hartstikke leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Annie van Roosmalen. Annie, ook jij deelnemer aan Veel Kleintjes Maken een Grote Kunstwerk. Hoe was het? Hoe is het gegaan? Het was een geweldig leuk idee om dit te doen. Ik schilder natuurlijk al heel lang. Maar ik heb met een paar mensen samen hebben we met een groepje zitten schilderen. Dus ook weer een verbondenheid met elkaar. Het was heel bijzonder om te doen. Ja? Ja, we hebben genoten. En heb jij ondertussen al de resultaten bekeken? Ja, ik vind er zijn hele leuke dingen bij. Zeg. Geweldig. Ja, ja. En gezien de leeftijd, dus een mevrouw bij van over de 100 hoor ik. 102 wordt ze in ja, geweldig. En die nog iets leuks gemaakt heeft. Ja. En ik hoor net van een meneer die zegt, ik ga door met schilderen. Kijk, die krijgen weer een leuk idee om door te gaan. Ja. Nee, het was heel bijzonder, Patty. Oké, heel erg leuk om te horen. En jij Petje af, want ik heb de eer gehad bij jou thuis het materiaal af te mogen geven. Maar jij barst van het mooie werk, hè, wat je zelf gemaakt hebt. Ik geniet ervan. Ik geniet ervan. Dat is het belangrijkste. Ja. Dankjewel en blijf ervan genieten. Dankjewel. Oké. Annie van der Laak uit Vlijmen. Hallo Annie. We zitten nu in de Vlijmens Bibliotheek en daar kwam jij jouw schilderspaneeltje, jouw paneeltje brengen. Waarom heb je eigenlijk meegedaan aan deze activiteit van Ontmoeten? Nou, om het te doen te hebben en te proberen hoe dat het ging. Had je ooit geschilderd eerder? Ja, op nummers, maar anders niet. Oh, dat was het, ja. En hoe gaat dat, hoe bedoel je dat dan, op nummer? Eerst schilderij maken. Dan is de tekening, die staat er. Ja. En de nummers staan er en de tekening staat er in de verre snits. En de nummers corresponderen met de kleuren. Ja. En hoe heb je dat nu gedaan op zo'n paneel? Ja, gewoon uitgezocht. Wat is wat en hoe is hoe en wat past een beetje bij elkaar en hoe zijn de kleuren. De kleuren zijn fantastisch, hè? Kijken uit een boek hoe de kleuren zijn en proberen met dat te maken. Ja, maar het resultaat is ernaar, hè? Ja. Het is heel kleurrijk. Heb je thuis ook veel kleur in je kamer of in je tuin? Ja, gewoon buiten en ik zit van andere kleuren in. Ja. Ik hou van buiten, ik hou van de natuur. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je hebt ook een prachtig plekje om te wonen daar aan de dijk. Heel mooi. Ja, fantastisch. Oké, stel nou dat we het nog een keer doen. Wat doe jij dan? Doe je weer mee? Zou goed kunnen, ja, dat ik meedoe. Ja? Ja. Dus je hebt het wel als leuk ervaren. Ga je wanneer schilderen? Heeft dit jou tot schilderen gebracht? Behalve op nummers kleuren? Ja, verder doe ik niet meer schilderen. Nee. Want dan moet ik te lang praktiseren en doen, dat hou ik allemaal niet van. Oké. Maar je bent wel trots op het resultaat, hè? Ja hoor. Oké. Dankjewel in ieder geval voor je deelname. Geen dank, graag gedaan. Stiekem gezien het resultaat dat je de volgende keer opneemt. Zo is het. Oké, dankjewel. Geen dank. Ellen, jij komt zelfs uit de bossen. Ja. En dan toch bij Ontmoeten. Ja, helemaal geweldig. Ja, oké, maar dat komt door de activiteiten van Ontmoeten, van de ontmoetingsplek niet aangeboren hersenletsel. Ja, klopt. Ja. We gaan eerst even naar jouw schilderij toe. Want je had daar een heel verhaal over. Vertel eens. Ja, ik heb eigenlijk vroeger altijd wel zo geschilderd. Dat ging heel makkelijk. Maar sinds mijn NAH ben ik mijn creativiteit kwijt. En daar heb ik een zoektocht naar gehad. Dit schilderij, daar ben ik de afgelopen 2 weken gewoon dagelijks aan bezig geweest. Ik heb een plaatje in mijn hoofd, maar wat in mijn hoofd zit, komt niet uit mijn vingers. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Dus het is een gepruts en een gedoe voordat ik tevreden ben. Maar goed, dit is het eindresultaat waar ik dan vind dat ik wel tevreden over kan zijn. Nou, met recht hoor. Daar is gewoon helemaal niks mis mee. Het is een prachtig stuk. Heel veel plezier aan gehad om het te maken. En het is een geweldige tijdsbesteding in alles wat al weggevallen is. Ja, dan ben ik toch blij dat dit weer stukje bij beetje gaat werken. Oké. Nou, helemaal fantastisch. Ellen, ik wil trouwens even memoreren. Jij hebt ook
aan RGM meegedaan, op muziek, bewegen op muziek. Ja. En toen vertelde je dat je een stuk van je creativiteit eigenlijk terugkwam. Ja, dat is daar begonnen. Ik heb, in de therapie heb ik een proefles gehad. En na de therapie merkte ik meteen al dat er weer wat begon te borrelen. En toen heb ik via Heusden dus inderdaad de RGM gedaan. En ja, dat heeft voor mij echt heel de creativiteit. Ik ben nog lang niet op het niveau wat het ooit is geweest. Maar mijn creativiteit in de breedste zin van het woord, dus niet alleen tekenen en schilderen, maar ook oplossingen bedenken en zo. Ja, daar is een positieve en nog steeds, zei ik minimaal, maar nog steeds stijgende lijn aan de gang. En ik ben nou 3 jaar verder geloof ik, tenminste met dat. En ja, ik stijg nog steeds verder. Fantastisch. Nou, ik wens jou heel veel succes en ik hoop dat ontmoeten een bijdrage kan leveren aan jouw creatieve ontwikkeling. Want in alle opzichten hoor, je hebt nu dit schilderij gemaakt in jouw levensboek waar je ook aan meegedaan hebt. Ja. Het zijn ook fantastische schilderwerken, als ik het zo mag zeggen. Ja, maar die zijn dus van heel lang geleden. Ja, maar toch, moet ik eerlijk zeggen, als ik dat nu in mijn geheugen naast elkaar leg, die werken en wat jij nu meeneemt, dan vind ik eigenlijk dat je heel erg trots mag zijn op jezelf. Ja. En ik ben blij dat ontmoeten daar een stukje aan bij heeft kunnen dragen. Ja. Dankjewel. En we gaan het waarschijnlijk herhalen. Maar dankjewel tot zover. En heel veel succes creatief gezien, lichamelijk gezien en gewoon in je geluk voor de toekomst. En dank voor de kans dat ik hem mag deelnemen. Dankjewel. Ja. Dag Gerard, hallo. Gerard Ketels. Hallo. Jij bent wel heel erg getalenteerd en jij leert heel graag mee. Ja, wat heeft het jou gebracht? Wat heeft jou gebracht? Ja, dat ik het eigenlijk weer opgepakt heb, zeg maar, om een beetje te proberen te schilderen. En ja, dat is leuk. Ja. Nou, dat is niet alleen maar proberen. Je hebt fantastisch. Het is kleurrijk, hè? Dus ik doe heel lekker graag kliederen. Dus dan krijg je op een gegeven moment wel iets. Maar het is niet heel strak wat ik maak, zeg maar. Nee, maar dat hoeft toch niet, hè? Nee, ik vind het leuk om te kliederen. Ja, en weet je wat het leuke was? Jij was de eerste die bezig was met deze activiteit. Want we hadden het goed en wel uitgedeeld, alle tassen. En toen kreeg ik al van jouw vrouw een fotootje van Gerard is al bezig. En dat was s'avonds om 7 uur, geloof ik. Ja, ik vond het een heel leuk iets om te doen. Oké. Ja. En jij bent ermee verder gegaan, hè? Toen ik veel jonger was, deed ik heel veel glas graveren en tekenen. En het schilderen, dat mocht ik van thuis niet. Dus dat is er nooit van gekomen. En ja, nou maak ik het dus wel. En dat is al leuk om uit te proberen, zeg maar. Dus meteen grote tubes verf gekocht. Ja, ik heb wel flinke tubes verf gekocht, ja. En dan kunnen we lekker kliederen. Ja, daar ben ik lekker mee bezig. En ontspanning. En ontspanning, ja, zeker. Gerard, dankjewel. Ja, ook dankjewel voor het meedoen. Jij bent de enige die 2 schilderijen heeft gekregen. Ja, was heel leuk om te doen. Vanwege een ziekte van een andere deelnemer. Ja. Dankjewel daarvoor. Ja, graag gedaan. En we zien je graag terug, hè? Ja. Ja? Ja. Oké. Dankjewel. Ja. Hallo, ik kan er veel Patty, nog. Maakt Patty, niet hallo, uit. Patty. Jij was er een die binnenkwam en zei, zo leuk, ik ben weer gaan schilderen. Ja, dat klopt. Ik heb het zelf bedacht, mijn schilderij. Het is geen echte grote hoogstandje, maar ik heb er heel veel plezier aan beleefd. Zeker het zelf bedenken en ook het zelf ontwerpen. En wat ik van schilderen vind. Je wordt er heel rustig van. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd. Echt. Dus de volgende keer ben jij ook weer van de partij. Jawel. Fantastisch. Dankjewel. Hallo Jannie. Hallo. Ook jij in de bibliotheek in Vlijmen, hè? Ja. Het schilderen. Voor jou de eerste keer? Ja, het is voor mij de eerste keer. En, hoe is het bevallen? Je zit er gelijk allemaal stil, hoor je het? Ja, ik vond het heel erg leuk. Ja. Ja? Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ja. En ik denk dat ik het nog wel vaker ga doen, ja.
Op het moment dat je gaat schilderen, dan ben je even met je gedachten nergens. Want je bent op het schilderij gefocust, dus heb je ook geen tijd om aan andere dingen te denken. En dat heb jij heerlijk als ontspannen? Dat vond ik, ja. Ja. En die ervaring, je hebt dus nog nooit geschilderd, maar dit overkwam jou gewoon een keer. En dit overkwam mij inderdaad. Ja. Nou, dat is een mooie gedachte. En hoe ben je aan je onderwerp gekomen voor je schilderij? Ja, eigenlijk gewoon uit mijn hoofd. Eigenlijk in gedachten van, god, wat vind ik leuk. Ja, een ondergaande zon, de horizon, het strand. En van daaruit ben ik eigenlijk maar gaan schilderen. Ja, ja. Ja. En tevreden? Ja, het is de eerste keer, dus ja. Oké. Jawel. Ja, weet je, het is voor een heleboel mensen die hier meegedaan hebben de eerste keer. En dan mag je alleen maar trots zijn dat je meegedaan hebt op de eerste plaats en op de tweede plaats op het resultaat. Okay. Want als je niet meedoet, is er geen resultaat. Toch? Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Als we het tweede keer doen, ga je dan nog een keertje mee deze ronde? Absoluut. Ja? Ja. Ga je ermee door? Ik denk het wel. Heb je nog verf genoeg over? Dat gaan we kopen. Oké, okay. Helemaal goed. Dankjewel en tot de volgende keer. Oké, dankjewel. In de camera's zijn nu Marie-Louise en Lies. Ja? Jullie hebben allebei meegedaan aan het project. Lies, mag ik bij jou met zo'n mooie rode jas, weet je? We hebben allemaal kunstwerken gehad die heel kleurrijk zijn. Hoe heb jij het project ervaren van het schilderen? Dat is leuk en hun zijn ook wel één keer bij mij geweest. Annie van Roosmalen en Marie-Louise. Ja, samen. Ja. Ja. En dat heeft jullie wel heel wat gezelligheid gebracht, hè Marie-Louise? Of het mij wat gebracht heeft? Ja, ik hoor niet goed. Hè? Het heeft jullie wel heel wat gezelligheid gebracht, toch? Een hele gezellige middag, een paar. Dus, samen met Annie, was het Annie? Ja, ja, met Rita. Ja, want ik heb zelfs gehoord dat jullie allemaal in een aparte ruimte zaten. De een voor, ja, de ander. Nee, niet zo. Bij ons was het gewoon ruimte genoeg. Ja. Ja. Dus dat was het niet. Ja. Voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Ja. Het was gezellig en om meer contacten te krijgen wel. Ja, dat hadden we al met Annie met z'n drieën al. Ja, jullie hadden al contact. Ja. Maar ja. Hadden jullie ook al eens een keer samen geschilderd, Lies? Nou, nee. Want ik was... Oké. Okay. Nou, ik deed de laatste tijd alleen maar poppetjes schilderen. Dus, Nou, je hebt wel anderen tot meedoen gebracht. Daar komen we dadelijk op. Maar dank jullie wel voor het meedoen. Ja. En graag tot de volgende keer. Ja. Dag. Marjan Klerks uit Haarstig. Welkom Marjan. Jij bent uit op de fiets gekomen. Ja, ik ben hè? Op de fiets gekomen. Het is goed weer, dus kan makkelijk. Hè? Ben jij een ervaren schilder? Nee, helemaal niks. Vertel eens. Ik doe wel eens een keer iets met mijn kleindochter, maar daarnet ook gelijk had. Dus ik was in het voorjaar staan mijn tulpen altijd in bloei. En daar heb ik een foto van gemaakt. En daar vandaan ben ik eigenlijk aan het schilderen gegaan. Oké, dan gaan we even heel langzaam. Vertel eens. De tulpen zijn natuurlijk heel erg herkenbaar. Ja, die zijn herkenbaar. En dit is een uitgebloeide tulp. En dit zijn blauwe druifjes die eronder staan. Ja, de zonnetje komt een beetje waterig op. En de boom die erachter staat dan in mijn tuin. Dus je hebt eigenlijk, Marjan, een stukje van je tuin. Ja, ik heb echt iets van mijn tuin erop gezet. Ja. Heeft het je plezier gedaan? Want ja, het was heel natuurlijk erg voor jou wel een hele onderneming, hè? Zomaar voor de eerste keer. Ja, voor de eerste keer. En ik was ook geopereerd, dus ik had maar één arm in het begin. Oh jee. Maar toen het beter ging, toen heb ik het toch geprobeerd om er iets van te maken. En het is me eigenlijk toch gelukt. Ja. Ja. Ik ben er zelf echt heel trots op. Nou, ik kan me dat voorstellen. Ja. En met recht, want het is een heel kleurrijk geheel. En het leuke is dat het eigenlijk een beeld is van jouw tuin. Ja, het is gewoon een beeld van mijn eigen tuin. Ja. 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 Heel erg leuk. Stel nou dat we het nog een keer doen. Doe jij dan weer mee? Ben jij dan dan doe ik weer mee. Met een ander onderwerp, dan wil ik weer graag meedoen. Natuurlijk, heel erg leuk. Want jij kwam ook wel met de verfrestanten en zo terug. Maar
Toen hebben we gezegd, nee, die zijn voor jou. Ja, best wel, want ik dacht dat ik echt die meer terug moest brengen. Ja, maar ga je nou nog een keer schilderen voor jezelf ook? Jawel, dat denk ik wel. Okay. Ja. Nou, dan heeft het hele, de hele activiteit jou toch iets gebracht. Ja. En een mooie schilderij. En het gevoel van, ik ga het nog een keer doen. Een keertje doen, ja. Als je een middag niks te doen hebt, dan is dat een mooie opvulling. Fantastisch. Ja. Dankjewel voor je deelname en heel graag tot ziens. Tot ziens, ja. Okay. We zijn op bezoek dit keer, want mevrouw Somers had vrijdag bij de Biep heel veel haast met het andere programma. Maar we zijn op bezoek bij mevrouw Somers uit Drunen. Dag mevrouw Somers. Goedemorgen. Mag ik eerst even weten, want u bent nog zo vief, hoe oud u bent? Ik ben 89. 89 jaar. En u heeft meegedaan natuurlijk met een van de deelnemers aan ons paneel schilderen. Ja. Waarom hebt u eigenlijk ingeschreven? Nou, ik vond dan was ik weer eens eventjes iets anders dan dat ik met de zonnebloem op sjouw ben en dingen, want alles staat een beetje stil, dus ik zit veel binnen. Ja. En dan had ik toch wat om handen. Ja. Maar u bent wel erg getalenteerd, mag ik dat zeggen? Ja, dat weet ik zelf niet hoor. Ja, ja. Sowieso uw kinderen, want als ik hier om me heen kijk, dan hangen er fantastische werken. Maar we gaan even naar uw werk toe. Ik zal het even in beeld brengen, als dat goed lukt. Het lijkt wel of we door een raam kijken, mevrouw Somers. Ja, dat is ook. Het is hier mijn eigen raam. Hier opzij heb ik dat vanuit mijn voren raam gaan zitten en toen heb ik daar mijn eigen beetje groen en de doorkijk gemaakt. Ja, en, maar daar zit ook diepte in, hè? Ja, dat zie ik natuurlijk door dat raam ook. Ik zal er trouwens even naartoe lopen, want dan kunnen ze misschien zelf het verschil zien. Ja, die diepte. We gaan er even heen. Kijk. U vertelde dat u door dit raampje hebt geschilderd. Daar, ik zal aan deze kant gaan staan. Ja, dat muurtje, dat zien we natuurlijk ook terug op uw schilderij. En hoe bent u op dat idee gekomen? Is dit de zonplaats? Ja, dit is de zonkant. En het was toen heel mooi weer. En ik heb dat meteen gaan doen, omdat er toen ook bloemetjes aan mijn oleander stonden. Meteen toen ik dat... Want nou is door de storm en de slechte weer zijn ze allemaal uitgebloeid. Ja. Nu is het kaal. Ja. Maar toen, en ja, de straat was schoon en nu staan de plassen. Het was allemaal een beetje licht nog. En helder en nog beter van natuur. Ja. En hoe doet u dat, mevrouw Somers? Tekent u het eerst of begint u gewoon met een kwast? Nee, ik heb eventjes met een klein... Maar met de kwasten waren te dik. Oh ja, ja. Vertelt u eens. Wat was er met de kwasten? Want ik begon met die varkenskwast. Ik noem het maar varkenskwast. En toen wilde ik eigenlijk een dun lijntje zetten van de straat. Ik denk, als ik die grijze streep van de straat alvast heb, dan kan ik er die rode lijnen van de muur opzetten. Maar ik kreeg geen dun lijntje voor de straat. Want ik denk, ja, dat moet geen dikke lijn worden, want de stoep moet dadelijk erop. Ja. Nou, en toen heb ik dus met mijn dochter gebeld. Ik zeg, heb jij voor mij een mooi dun kwastje? En toen kwam ze een etuietje brengen. Er zaten 5 mooie dunne kwastjes in verschillende diktes in. Dus ik was gered. Ja, en toen hebt u verder... We gaan even terug, mevrouw. Stoel, ja. En toen hebt u verder dit schilderij zomaar uit de hand getekend. Ja, uit de hand getekend. Het is geweldig. En mijn knoeien. Nou, ik vind dit geen knoeien meer hoor, mevrouw Somers. Ik bedoel, dan zit je met die blaadjes, die kun je niet letterlijk tekenen. Dus je duwt met verschillende kleurtjes verf aan je kwast, zomaar dopjes. En dan wordt dat een lichtgroen met geel en een beetje rood. En, ja. Maar als we nou naar het resultaat kijken, als u nu naar het resultaat kijkt, mevrouw Somers, bent u dan tevreden? Ja, voor mij, omdat ik het tegen 80 jaar gedaan heb. Nou, ik vind het een fantastisch resultaat. Als wij nou eens nog eens een keer zo'n actie doen, zo'n activiteit, komt u dan ook weer? Als ik het nog kan, dan doe ik wel mee. Nou, als ik zo naar u kijk, kunt u nog jaren mee, mevrouw Somers. Ja, dan liggen aan mijn ogen als die goed blijven. Want ik doe het wel met één oog, want anders dan zie ik het allemaal zo schimmelachtig. Ja. Maar als die goed blijven, dan doe ik mee. Oké. Nou, dank u wel voor uw deelname. En graag tot de volgende keer, mevrouw Somers. Dank u wel voor het gesprekje. Hè? Dag Nora. Hallo. Jij ook hier. Jij ook een fantastisch schilderij.
Schilderde jij al eerder? Jaren geleden heb ik wel wat gedaan. Maar dat was echt een heel groot schilderij. En nu was het echt wat kleiner, veel kleiner. Dus het was een beetje friemelwerk voor mij. Maar wel heel leuk. Leuk initiatief. En ik heb zelfs mijn drie kleinkinderen die een nachtje kwamen logeren, ieder apart, ook een schilderijtje laten maken. Dus dat was ook heel erg leuk. Oh god, wat leuk. Ja. Dus ook voor jou, voor herhaling vatbaar. Zeker wel. Ja. Zeker. En dan doe je ook zeker weer mee. Zeker. Met kleinkinderen of zonder kleinkinderen? Zonder. Oké, dankjewel en graag tot ziens. Pia Vennings, welkom Pia. Dank ook jij hier in de BIEB. Ja. En ook jij hebt een schilderij ingeleverd. Dat klopt. Wat was voor jou de reden om mee te doen? Nou, in de eerste instantie zat ik een beetje moeilijk van... Omdat ik bij mijn handen zit, van lukt me dat wel? En toen zei ze wel, nou, ik ben omgeving van God, waarom probeer je het gewoon niet? Nou, dus ik heb mij opgegeven, zoals je weet, en heb ik gedaan. En nou, het is zo, wel met veel moeite, met veel pijn, maar het is gelukt. Ja, het is gelukt en je hebt het heel plezier. En ik vind het geweldig. Ik ga verder. Ik ben nu aan mijn vijfde schilderij bezig. Kijk. Joh, jij houdt dadelijk een expositie. Ja, misschien wel. Wie weet. Wie weet in de toekomst. Okay. En ik ben blij dat ik nu weer een hobby heb. Want ik heb dus lang niks kunnen doen met mijn handen. Die hobby's die ik altijd deed, dat ging niet meer. En nu, dit lukt dus wel. Ja, super. En kijk wel langer volhouden. Ja, super. Ik heb inmiddels ook opgegeven voor de 25e, dus bij Marieke al vanmiddag. Okay. Helemaal goed. Dat is ook al geregeld. Heb jij ook nog samen geschilderd? Heb je contact gehad met iemand? Nee, ik heb echt... In mijn eentje. Oh, okay. Ja. Ja. Dan ben ik rustig en dan word ik niet afgeleid. Ja, en dus met al dat corona was het ook nog moeilijk. Ja, was het ook allemaal moeilijk. Dus het was voor mij wel fijn om het alleen te doen. Okay. Ja. Nou, Pia, we hopen dat je een volgende keer weer meedoet. Zeker. Dank je wel voor dit gesprek en het fantastische resultaat. Het petje af, hoor. Okay. Graag gedaan. Dag Ria, Ria van de Heuvel uit Vlijmen. Ook jij hebt meegedaan en met een schilderij, jouw schilderij Ria, afgegeven hier in de bibliotheek in Vlijmen. Hoe is het jou bevallen? Nou, heel leuk moet ik zeggen. Het was de eerste keer eigenlijk dat ik iets schilderde. Ik heb hele andere hobby's, kaarten maken en zo, wat niet dat ik ook raak, maar dit was echt een uitdaging, zeg maar. Ja. Maar dan kiezen, wat zal ik erop zetten, dat was een beetje moeilijk. Ja. En hoe heb je uiteindelijk de beslissing gemaakt, wat je erop zou doen en hoe heb je dat op het doek gekregen? Ja, nog eens een punt. Ik had eerst eigenlijk een hoe noemen ze dat, die zei tegen jou, wat zal ik maken, zonder, ja dan kan ik er toch niet opkomen. Ja, dat zit erin, maar in ieder geval, dat heb ik helemaal eraf gehaald, dat ging niet makkelijk. Heerlijk hè, met acryl, ja, krijg je er zo af. Ja, maar ik heb het eerst een beetje getekend. Okay. Voordat ik het ineens schilderde. Nou, toen ben ik maar met dan dit begonnen. Op internet heb ik gekeken, mooie bosjes gemaakt. Oké, en dat is nou wat ik gemaakt heb. En tevreden over je eigen? Ja. Het is wel je eerste schilderij ooit gemaakt. Hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Oké. Okay. Tijd voor een tweede? Ik doe altijd mee. Okay. Ja, ik ben er voor te porren. Nou, heel erg leuk. Ja. Dankjewel. En we hopen je de tweede ronde weer te zien. Oké, dankjewel. Hallo. Riek, Riet van Drunen, zegt van zichzelf dat ze geen prater is en zeker niet als het over schilderen gaat. Want het was voor jou iets nieuws, hè? Hoor, hartstikke nieuws. Die tas die heeft 3,5 weken in de kamer gestaan. Dat ik denk, waar begin ik aan? En in één keer had ik op een stuk papier zomaar iets uitgetekend. Nou, en begonnen. En toen was het in drie middagen had ik het helemaal af. En het was hartstikke leuk om te doen. Hé, hey, ga je nou verder ermee? Nou, dat weet ik niet. Maar als je weer zoiets een keer doet, dan doe ik het wel mee. Ja, ja, dat wel. Het is goed om te horen, hoor. Ja. Want het resultaat mag er ook wezen. Dat iedereen die roept, nou, ik ben geen schilder. Maar als je het resultaat ziet... En, ja, mijn zus die schildert heel veel. Ja. Maar niet uit de hand. Die doet eerst alles gewoon tekenen. Maar die had het dan ook gezien. En die vond het ook best goed geschilderd. Dus
zeg, kijk, joh, nieuw talent erbij, zeg, zeggen mijn kinderen dan, hè. Okay. Nou, helemaal geweldig. Het is goed dat het je veel plezier heeft opgevraagd. Ja, heeft veel plezier. Ja, en dat je zeker een tweede keer ook weer meedoet. Ja, en ja? Het is te hopen dat het allemaal op een mooie plek komt te hangen. Nou, daar ben ik van overtuigd. Ja, daarom. Het zal wel goed komen. Ja. Dankjewel. Graag. En graag tot ziens. Tot ziens. Hallo Riet. Ja. Jij ook hier op deze middag? Ja. Of jij nam een schilderij mee? Ja, nog wel. Maar je zei dat je er eigenlijk niks aan vond. Nou, het was eigenlijk, ik heb me opgegeven omdat ik een prachtig idee vind. En ja, bij mij lukte het, wegens allerlei omstandigheden hoor, allerlei omstandigheden. En dus ik heb het toch willen doen en ik ben niet verder gekomen als een ondergrond en verschillende groene en iets blauws, een bloemetje. Maar gewoon om mee te doen, om toch mee te doen. Nou. Mijn kleindochter vindt het de tuinen van Monet. Nou, ik vind ook dat je jezelf tekort doet. Ik vind het een mooi samenspel van kleur. En ik heb er heel erg mijn best op gedaan. Om toch, ja, om jou, ik vond het zo'n geweldig idee. En ja, maar ik zie zo slecht, zo ontzettend slecht, dat ik hier gebracht ben. En ik moet wel zien dat ik met iemand mee kan, zometeen. Maar het leven is ontzettend klein. Maar ik vind dat het resultaten mag zijn. Straks kunnen we het allemaal zien. En komt ook jouw schilderij in beeld. Dankjewel, Riet. Ja, ik heb gewoon graag meegedaan om het meedoen, hè. Nou, maar het resultaat mag te wezen, hoor. Dankjewel. Hoi, Rita. Hallo. Voor jou de eerste keer om überhaupt te schilderen? Ja, ik heb nog geen penseel in mijn handen gehad, nooit. En ik heb er ook heel veel schrik van gehad om wat mee te beginnen. Ja. Maar we hebben een beetje bij elkaar gekomen en zodoende met wat advies zijn we er toch uitgekomen. Ja, ja, ja. Dus jullie zijn ook, jij hoort ook tot het groepje wat in het Heusense Herpse bij elkaar is gekomen. Ja, wij zijn met drieën bij elkaar gekomen, ja. Zeg, en ben je nou zo enthousiast geworden dat schilderwerk klaar staat? Nog niet, want ik heb nog problemen en dergelijke aan gehad, dus ik ben er nog niet zo ver gekomen. Nee, oké. Dat komt nog. Maar het heeft je wel ontspanning en ja, ik vond het heel leuk hoor. Ik had wel beloofd om te gaan schilderen, maar ik denk waar ben ik aan begonnen om dat te beloven. En toch, er is iets leuks. Ja, er is wat uitgekomen, ja. Oké. Okay. Rita, dankjewel. Graag tot de volgende keer, ja, hoop ik. En in ieder geval veel plezier met de vriendinnen die je hebt. Ja, dankjewel. Hallo Yvonne, ook jij hier in de bibliotheek in Vlijmen met een prachtig werk. Het paneel, het schilderen, je lijkt daarmee beginnen. Schilderen, is dat voor jou nieuw? Nee, helemaal niet, want ik schilder denk ik al wel jaar of 10, 15 jaar. Eerst bij de Ark in Haarsteeg. En nu nog steeds bij een vriendin van mij die zelf heel goed kan schilderen. Schilderen we om de week op woensdagmorgen met 3-4 dames. Dus, wat leuk. Dus erg leuk. Ja. Ja, erg leuk. Dus ik schilder al heel lang. Bij mijn zoon hangt de schilderij, bij mijn dochter. En, ja, dus het is echt heel leuk hoor, het schilderen. Dus dit was voor mij eigenlijk wel een fluitje van een cent. Ik had het zo af. Ja, maar je vond het een leuk initiatief, zo dat je dacht van, ik ga meedoen. Ja, het is gewoon heel leuk om te horen dat je gevraagd wordt om iets te maken waar ze iets mee gaan doen, weet je wel. Want het is leuk, het is weer een oppeppertje, want ik heb deze zomer helemaal niks gedaan. En toen kwamen jullie met een verzoek of je iets wou schilderen. En dan denk je van, ach ja, het is toch wel weer leuk om te doen. Toch, want, och, daar komt Ella aan. Oh ja. Nou, oké, u ziet, kijkers, dat het allemaal door elkaar loopt hier. Ja, het loopt allemaal door elkaar. Maar Yvonne, als wij nu de tweede keer met zo'n initiatief komen en we zeggen dat je een eigen portret moet schilderen, wat doe je dan? Eigen portret van jezelf. Schilderen.
Zeg je? Een portret van jezelf? Een zelfportret. Ja, gewoon doen. Zo makkelijk ga jij met het onderwerp om? Ja, nou ja, niet zo makkelijk. Maar vaak is het een kwestie van gewoon beginnen en niet te bang zijn. Dus ook nog wel, dat blijft voor mij ook wel een handicap hoor. Toch een beetje te bang zijn om iets fout te doen of zo. Maar dat is helemaal niet nodig, want... Daar kijken we ook helemaal niet vaak naar. Vaak ontstaat het gewoon door het doen. Okay. Nou, horen jullie het allemaal? Want de andere deelnemers zitten er nog. Vaak ontstaat het door het gewoon te doen. Fantastisch. Yvonne, het resultaat is geweldig. Dank je. En we hopen dat je echt de volgende keer weer meedoet. Ja, tuurlijk. Altijd. Ik vind het een heel leuk initiatief. Dank je wel.